Zoals het er nu naar uitziet, wordt de bataljons hoofdkwartierbunker in Rokanje gesloopt. De bunker moet plaatsmaken voor uitbreiding van de naastgelegen paardenhouderij. Iets wat stichting Menno van Koehoorn, koste wat het kost, wil voorkomen. Omdat het uniek is, sowieso op Voorne. Het is het grootste bunkercomplex. Je moet het ook zien als het een compleet complex, een compleet ensemble van bunkers die tezamen heel goed verbeelden wat een bataljonshoofdkwartier inhoudt. Maar ja, het mag gesloopt worden. Ja, dat is inderdaad het trieste van het verhaal. Er is geen beveiligde status voor dit deel, geen monumentenstatus. De stichting heeft alsnog een verzoek tot monumentenstatus ingediend. Maar de gemeente West-Voorne kan vooralsnog weinig betekenen. De bunker is eigendom van de perceeleigenaar. En die heeft een melding gedaan om de bunker te mogen slopen ten behoeve van de uitbreiding van zijn bedrijf. Op dit moment kunnen wij daar weinig aan doen. En vooralsnog is er ook geen enkele reden om af te wijken. Kijk, je kan niet elke bunker bewaren, daar ben ik direct mee eens. Maar dit is zo'n bijzonder complex. En het slopen van deze, juist dit hoofdkwartier, en dit bataljons hoofdkwartier bunker, dus hier waar uiteindelijk de commandant zat, zou het hele complex behoorlijk teniet doen als het gaat om de verbeelding van een stukje geschiedenis.